In deze video gaan we ons een klein beetje verdiepen op tochtplanning en vooral de reden waarom dit voor jou als pleziervaarder belangrijk is. Of je nu gaat varen op zee, een kort tochtje met een waterscooter, of je gaat met een zeiljacht een langere trip doen, bijvoorbeeld naar Engeland of naar Frankrijk of naar het noorden van Nederland. Tochtplanning is essentieel en natuurlijk de investering hangt af van de grootte van jouw trip. In deze video, aan de hand van een praktisch voorbeeld, ga ik jullie laten zien hoe belangrijk dat tochtplanning wel niet is, zodanig dat je eigenlijk met een gerust hart kunt vertrekken tijdens jouw vaartrips. Nu, vooraleer dat we verder gaan, zou ik graag een kleine oproep willen doen. Op 10 juni, zaterdagavond 10 juni, organiseren wij een unieke vaartocht. En dat is eigenlijk bij ons hier de nachtvaartopleiding op de Schelde. Dus zijn jullie geïnteresseerd om deze te gaan volgen, de nachtvaartopleiding? Twijfel dan zeker niet om naar onze website varenmetplezier.be te gaan, naar de groepsopleidingen en je daarvoor in te schrijven. Het is echt uniek. Ik denk dat er zeer veel mensen zijn die geïnteresseerd zijn om dat eigenlijk een keer te volgen. En ook 1 en 2 juli doen wij ook een unieke vaartocht van Klein Willebroek naar de kust en terug. Dus heb je zin om daarmee mee te gaan, met het idee om iets te kunnen bijleren over navigatie en gewoon een fantastische dag of fantastische dagen te beleven, afhankelijk van wat je wil gaan doen, dan echt waar, inschrijven is de boodschap, want we hebben al een paar inschrijvingen ondertussen en de plaatsen zijn ook beperkt. Het zijn fantastische trips, ze komen jaarlijks niet veel voor bij ons, dus ik zou zeggen, profiteer ervan om jezelf zeker in te schrijven als je interesse hebt. Maar oké, we gaan verder gaan met onze tochtplanning. Wat moet je weten van deze trip? We zijn nu aan het buitenvaren in Nieuwpoort. Het doel was eigenlijk om eerst over te steken naar Dover. We zitten met een noordoostenwind, op dit moment nog van 3 à 4 beaufort. En tijdens de dag gaat dat vermeerderen naar 5 à 6 beaufort. Nu, wij zitten met een zeer kort tijdschema. We hebben ongeveer maar een dag of 4 om deze volledige trip uit te voeren. Wat betekent dat concreet? We zijn nu dag 2, dus we hebben 3 dagen om terug naar Blankenberge te geraken. Noordoostenwind. Wat is het probleem daarmee? Je hebt een noordoostelijke stevige golfslag. Tijdens de dag gaat die zelfs toenemen natuurlijk, omdat de wind ook gaat toenemen. En je gaat ook in een situatie belanden waarbij dat je dus ook tegen die golfslag in terug langs de kust moet gaan. Nu stel dat wij oversteken naar Dover, en, want je kan ook zomaar niet oversteken, er zijn veel ondieptes, dus er zijn maar eigenlijk een drietal routes die je eigenlijk kan gebruiken. Dat is de route langs Duinkerken om terug te varen van Dover naar Nieuwpoort. Dat is de Occidental. Of dat is eigenlijk via, via Ramsgate en via zo wat noordelijker het gaan opzoeken dan via de Engelse kust. Hopelijk hoog noordelijk genoeg raken om dan terug over te steken in één keer naar Nieuwpoort, om zo terug te geraken. Dus je ziet, je hebt niet veel tijd. Nu, wat is het probleem? Wat heeft men voorspeld? Men heeft op de Noordzee noord-noordoost voorspeld. Moest de wind noord-noordoost blijven, dan had dat allemaal geen probleem geweest. Dan kan je eigenlijk op een zeer eenvoudige manier terugraken, zoals via de route Occidental. Dus de middenste route eigenlijk. Maar de wind, zoals verwacht natuurlijk, ja, als je de Noordzee een klein beetje kent, die draait eerder noordoost. Dan heb je een groot probleem, want dan moet je letterlijk gaan opboksen. Je hebt ook geen ruimte om op te kruisen. En zelfs als je moet opkruisen, doe je er 2 keer zo lang over als dat je eigenlijk zou met halve wind of ruime wind varen. Dus dat zijn dingen waar je mee moet opletten. Zoals je ook kan zien op de beelden, we zijn nu aan het proberen te varen van Nieuwpoort naar Katzand. Ik kan jullie al garanderen, Katzand, we zijn 's morgens vroeg vertrokken, dat gaan we niet halen. We gaan terug binnenlopen in Blankenberge om de dag erna te varen naar Katzand. Maar je ziet al dat het toch wel heel moeilijk is om op te boksen. Je mag niet vergeten dat er ook onderweg enorm veel obstakels zijn. Zandbanken, boeien. Ja, het strand beperkt jou ook tot waar je kan. Je moet ook de havengeul van Oostende voorbij enzovoort. Dus je doet zomaar niet wat je wil en je verliest niet alleen heel veel tijd daarmee, maar Ja, je gaat ook bijna niet vooruit. En je moet weten, op dit ogenblik hebben wij zelfs stroom mee. He, dus het is zeer moeilijk. Als je dan nog eens de stroming tegen hebt, dan kan je het bijna vergeten. He. Dan ga je heel lang erover doen om ergens te gaan geraken. En dat is dus heel belangrijk, tochtplanning. Van waar komt de wind? Wat doet de golfslag? Let ook op met significante golfhoogtes. In de praktijk, significante golfhoogtes, die is een interessante indicator van wat je kan krijgen, maar ik heb altijd de indruk dat de significante golfhoogtes altijd blijven hangen op tussen de 1 meter en de 1,10 meter. In de praktijk heb ik al gehad dat er reële golfhoogtes bij waren van 3 tot zelfs 4 meter, pieken van tot 4 meter tussen het top en het dal van de golven. En dan noemden ze dat maar een significante golfhoogte van 1 meter en 10 centimeter hoog. Ik ben iemand die in de praktijk daar een onderscheid in maakt tussen significante en reële golfhoogtes, omdat ik weet dat dat jou heel duur kan komen te staan, zeker met een zeilboot, met motorboten ook trouwens, maar zeker met een zeilboot. Waarom? Omdat in dit geval in de video hebben wij een Genua openstaan van voor en wij hebben onze bazaanmast bijstaan. Nu, wat is het probleem met grote golfhoogtes en zeker in dit geval, zeker naar het einde van de dag toe, dat wij Blankenberge naderen, wanneer dat je te veel stabilisatie trekt, zoals een groot zeil zonder reef of ja, dat je naast, in dit geval, dit is een tweemaster, dus we hebben een bazaanmast. Of je zou naast de bazaanmast ook nog eens het grootzeil met een reef trekken, dan is dat te veel van het goede wat er gaat gebeuren. Het vaartuig gaat zich als het ware doodkloppen op die golven. Dus die probeert snelheid te maken, te lopen. En op een gegeven moment gaat hij zich eigenlijk doodslagen met zijn romp op die golven. Dus dan verlies je weer die snelheid. En als je minder stabilisatie trekt, zoals bijvoorbeeld een reef steken in jouw groot zeil of enkel gebruik maakt van de bazaanmast, dan ga jij eigenlijk dat effect verminderen, omdat die eerder gaat rollen over die golven. Dat zijn allemaal van die hele kleine dingen uit de praktijk, maar dat is wel een enorm groot verschil dat je daarmee kan krijgen. In ieder geval, dat is het zo'n beetje voor vandaag. Het is al eventjes geleden dat ik nog een video heb gemaakt, omdat ik gewoon geen tijd heb gehad om er een te maken. Maar ik verkies altijd kwaliteit boven kwantiteit. In de toekomst kunnen we het iets meer over zeilen hebben, maar ik hoop jullie vandaag al te laten inzien. Want we zijn hier Blankenbergen aan het binnenlopen, hier op de video. En we moeten in alle eerlijkheid zeggen, zoals dat het is. We zitten hier, de tij is net gekeerd en we zitten bijna vol gas met een 50 pk dieselmotor. Te gaan alleen voor de havengeul van Blankenberge binnen te geraken. Dus, omdat we zowel wind, golfslag als stroming tegen hebben. Dus je moet er echt goed mee opletten. Er zijn talloze voorbeelden, zowel met zeilboten als motorboten, dat je dat kan voorhebben. Bijvoorbeeld als je hem buiten vaart en je gaat met de stroming en de golfslag mee ergens naartoe, ja, als je terug wilt thuis geraken, zul je daar tegenop terug moeten varen. Hè. Dus je moet er goed over nadenken als jij gaat varen met jouw boot. Nu, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig!